Het wel en wee van onze sportclubs kunnen we volgen in het nieuws. Maar hoe zit het nou met de spelers? Wat drijft hun en wat speelt er in hun privéleven? Als je dat wil weten, nodig je ze uit op de bank. En vandaag zit hier Erik van der Leur met zijn gast. Hartelijk welkom. Hi. Wie heb je meegenomen? Nou, naast me zit Niels Fleuren, linkerverdediger van VVV. Niels is geboren in 1986, 1 november 1986, in Boksmeer. Woont zijn hele leven al in Gennep. Wanneer heb je je debuut gemaakt? Dat is in ieder geval wel een hele tijd geleden. Ik was bijna 17, dus volgens mij was het op 4 oktober 2003 thuis tegen Cambuur. Voor wie kwam je erin? Erik Stok. Die speelde dat seizoen het laatste jaar bij VVV. Ik mocht hem de laatste 5 minuten vervangen bij een 4-0 voorsprong. Hoe beviel dat? Ja, nieuw hè. Dus je bent eigenlijk gewend om voor 150 man te spelen. En toen mocht ik invallen en ik denk dat er wel 3.500 man op de tribune zaten. Wat mij dan meteen opvalt is 16 jaar. Je zat toen nog op school, ga ik vanuit. Ja, klopt. Ik denk dat ik dat jaar op 4 VWO zat. Dus ik moest daarna nog 2 jaar om mijn studie te voltooien. Je bent dan 16 jaar, bijna 17. De kans dat je profvoetballer wordt, die is aanwezig. Maar de kans dat er nog iets gebeurt, tussentijds, misschien een blessure, waardoor je niet meer kunt voetballen, die is natuurlijk ook groot. Heb je je school, hoe is dat gedaan? Heb je je opleidingen afgemaakt of ben je er meteen mee gestopt? Nee, ik heb sowieso mijn opleiding afgemaakt. Dat was eigenlijk destijds ook een vereiste. Want Wim Düsseldorp was destijds trainer van VV1. En hij zei ook, ja, als je je school niet afmaakt, dan mag je het jaar erop niet bij de eerste selectie trainen. Dus het was eigenlijk sowieso wel een verplichting. Ja. Niels, jij komt uit Gennep. Ja. Dat ligt dicht bij Nijmegen in de buurt. Maar je bent niet in Nijmegen gaan voetballen. Nee, dat klopt. Was dat niet makkelijker of logischer? Qua afstand en tijd misschien wel, maar als ze je niet willen hebben als jeugdopleiding NEC zijnde, dan moet je toch ook verder gaan kijken. En VVV kwam rond die tijd wel en toen heb ik voor VVV gekozen. Nou, we willen je graag hebben hier in Limburg. Dus. Ja, het verlies is aan Nijmegen. Ja, combinatie met school en voetbal. Hoe heb je dat, want je was natuurlijk heel erg jong, onervaren. Hoe heb je dat opgelost? Ja, we hebben in ieder geval, toen ik van de basisschool afkwam, hebben ze van VV uit geadviseerd om naar Venlo de middelbare school te volgen. Want die hadden min of meer samenwerksverband, zodat je op tijd naar de training kon zijn, maar ook je huiswerk gedaan kon hebben. Dus na een aantal open dagen bezocht hebben, heb ik besloten dat ook te doen. En de eerste 3 jaar gingen dan ook vrij makkelijk. Maar naarmate je hoger komt en de tweede fase aanbreekt, dan is het toch wel aanpoten. En is het toch wel zwaar, laat ik het zo zeggen. Als je jong bent, wil je natuurlijk heel veel. Je wil voetballen, je hebt school, maar je hebt natuurlijk ook nog vrienden. Had je er buiten nog hobby's, buiten voetbal? Of was het puur bij jullie gericht op het voetbal van Niels? Bij ons thuis is sport sowieso wel... staat hoog in het vaandel. Ze vinden sport eigenlijk allemaal wel leuk en volgen veel. Dus dat was het probleem niet. Enthousiaste ouders. Mijn broer heeft zelfs ook nog een maandje bij VVV gespeeld. Maar bleek toch niet zo'n groot talent te zijn. En bleven ze het gewoon volgen. En nu komen ze gewoon iedere thuiswedstrijd kijken. Kom je vanuit Gennep op je fietsje naar VVV of hoe ging dat? Nee. Toen ik jong was, werd elke dag met de bus van lijn 83 van Gennep richting Venlo naar station. En van daaruit met de fiets naar school en naar VVV. Je had het net over enthousiaste ouders. Ik heb ergens gelezen dat jouw moeder Annie een hele belangrijke rol heeft gespeeld in jouw voetbalcarrière. Vertel eens. Ja, dat klopt. Ze steunt me ook door dik en dun. En ik denk dat we ook een goede band hebben. En daarom dat ze ook elke thuiswedstrijd komt kijken. Ja. Dus altijd komen kijken, hè? Ja, dat klopt. Van jongs af aan eigenlijk al... aangezien we allebei voetballen, dan is het logisch dat als ouder zijn ook graag naar je kind komt kijken. En dat ze steeds blijven volhouden eigenlijk. Je moest net lachen toen je zei dat jouw broer niet goed genoeg was om te voetballen. Heeft dat thuis dan nog voor problemen gezorgd? Of wens hij jou toch het beste toe? Of hoe ging dat nou aan de keukentafel?
Nee, geen haat en nijd onderling. We kunnen goed met elkaar vinden. En ik denk dat hij het ook alleen maar mooi vindt dat ik nou in het eerste van VV speel. Je had hem geen tips kunnen geven van, joh, probeer het zo of zo? Of... Nou, het had ook andere redenen. Hij zat al op een middelbare school. Qua afstand zat er laat bij. Dus ja, zijn toch allemaal al tekenen van twijfelen. En dan denk ik ook dat het beter is om het niet te doen. Nee. Ja. Je had een contract in 2010. Je hebt begin dit seizoen heb je een verbeterde aanbieding gekregen. Je bent tot 2012 nu verbonden aan VVV. Ben je op weg naar de titel Mr. VVV? Of zit er voor jou nog wel wat toekomst? Of ben je tevreden met VVV? Nou, ik denk dat eerst over de aanbieding in te gaan, denk ik dat die er gewoon goed uitzag. En zowel sportief ook en financieel. Ik denk dat je, als je niet in de Eredivisie kan spelen, dat je bij VVV gewoon goed zit. Dus wat dat betreft, de keuze om te verlengen is wat mij betreft logisch. En Mr. VVV vind ik altijd een grote uitspraak. Je hebt vorig jaar, toevallig dat Edwin Lintz is weggegaan, maar die heeft heel wat wedstrijden voor VVV gespeeld. Verder heb je nou nog Jos Verdelle, die denk ik wel 250, 300 wedstrijden heeft gespeeld voor VVV. Dus ik denk ook, als ik dat eventueel word, nog een lange weg te gaan heb. Maar je hebt inmiddels heel wat jaren VVV achter de rug. We hebben ook iedere keer aan het einde van ons item hebben we het bekende clublied zingen. Vorige week had ik, of twee weken geleden had ik Mampuya hier zitten. Ja, daar heb ik het voor moeten zingen, maar aangezien jij een ras echte VVV'er bent, kan ik nu eens horen hoe jij... Niels ziet er ook uit alsof hij er heel blij mee is, moet ik zeggen. Nou ja, goed, ja. Het is typisch voetballers. Die willen, als ze iets winnen, willen ze het clublied met z'n allen zingen. En op het moment dat ze het moeten zingen, ja, dan zit er toch altijd zoiets van, moet dit nou? Maar ik heb het net al even met Niels doorgenomen. Hij zingt een paar regeltjes. En jullie dan, weten de tekst? Ik mag het niet weten. Maar hij weet het. Ik zing wel met hem mee. Nou, de tekst die weet ik wel, maar dat zingen is eigenlijk niet echt voor mij gemaakt. Dus wat dat betreft kan ik het beter eigenlijk een keer overslaan, denk ik. Nou, dan zeg het maar. Kom, hup. Nou, ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou, begin dan. Jij moet wel even beginnen. Erik, je moet wel beginnen. Dat doet Maurice ook altijd. Ja, ik kan met het refrein. Ja, dat kan. Of we beginnen met de eerste zin. Ja. Alles hey is VVV. De cool, de club. De kleuren dragen gewoon wee, want jij ziet hey en schreeuwen nog naar voren. Ja, rest, heel goed dat, Niels. Dat wordt door de volgende gezongen. Om dat gewoon zo even te doen tijdens een live uitzending, dat is natuurlijk helemaal top. Wat ik eigenlijk nog niet weet en wat ik graag van jou zou willen weten is, heb je een vriendin? Ben je getrouwd? Ga je samenwonen? Hoe ziet jouw privé situatie eruit? Nou, ik ben jong, 22 jaar, maar heb sinds iets meer dan 9 maanden een vriendin genaamd Inge. En komt ook uit Genep. En hoe gaat ze ermee om dat jij veel voetbalt, natuurlijk veel weg bent, veel moet trainen? Ja, dat klopt, maar ze heeft natuurlijk ook haar eigen leven. Dus ze werkt en s'avonds zien we elkaar wel vrij geregeld, laat ik het zo zeggen. Goed zo, nou, ik wens je het allerbeste, niet alleen met voetbal natuurlijk, maar ook met je privéleven. Erik, bedankt voor je komst. Wie neem je volgende week mee? Weet je dat al? Of ga je weet nog even nog kijken? Dus je gaat ons verrassen. Ik ben er eentje aan het zoeken die begin tot het einde zingt. Ik ben heel benieuwd of jou dat lukt. De voetballiefhebbers, nou, die kunnen hun hart ophalen nu, want het is tijd voor de trots van het zuiden. Maar blijf kijken, want straks hebben we het over totaal iets anders. Toneel en opera. Maar nu eerst de trots van het zuiden.